It's all I wanna do. Hoi Chesso en welkom bij een nieuw video hier op mijn kanaal Chesso. Vandaag ga ik een keer voor jullie een stats video maken. Want zoals natuurlijk rechtsbovenin jullie beeld zien, ben ik op dit moment 7e prestige level 23. Ik wil daarom ook met jullie even mijn stats door gaan nemen. En om te zien hoeveel medals ik al heb gehaald, hoeveel nucleairs, hoeveel killchains, etc. Dus, dat gaan we nu ook doen. Dus we gaan naar barracks hier zo. En zoals jullie zien jullie hier al het begin. Ik heb in totaal 22.582 kills. Ik heb 352 wins. Een score van 2.742.570. Ik heb een KD ratio, oftewel een kill death ratio van 2.6. En ik heb een win-lose van net boven de 1, dus 1.4. Zoals jullie zien is mijn score per minute 556. Dat is redelijk aan de goede kant, geloof ik. Want niet iedereen heeft een heel hoog score per minute. Maar ik weet dat Sam, ik, Tom weet ik niet. Maar die hebben ook wel een aardig score per minute natuurlijk. Dus ja, dat is natuurlijk mooi. Dus we gaan even naar de public match die ik doe. Want ik doe bijna zoals jullie zien nooit arena. In is dat ik een keer arena heb gedaan. Is met Timo, Hakan, Jordi. En dat was het. Dat was toen voor het toernooi. Maar daar hebben we niet aan meegedaan. Maar we beginnen hier met het wapen. Mijn deadliest wapen. Het dodelijkste wapen is dus de M87. Zoals jullie zien met 7297 kills. Ik heb een KD van bijna 2 met dit wapen. Zoals jullie zien 1.83. En ik heb al bijna 700 headshots meegemaakt natuurlijk. Ik heb precies een accuracy van 30. Dus dat is natuurlijk wel super mooi. En als tweede dodelijkste wapen heb ik de KN44. Daar heb ik op dit moment 2742 kills mee. Ook een KD van 1.83. En daar heb ik maar 168 headshots mee. Maar de accuracy, zoals jullie daar zien, is een stuk lager dan met de M8. Omdat dit wapen natuurlijk veel meer recoil heeft. Zou je natuurlijk weten als je vergelijkt met natuurlijk de M8. Want de M8 is zo'n beurswapen. En dit is natuurlijk die gaat steeds meer omhoog. Dus zo vergelijken we natuurlijk. De derde dodelijkste wapen is dus een submachine gun. Namelijk de VMP. Daar heb ik 2032 kills mee. Wel de hoogste KD op dit moment. 1.90 en maar 111 headshots. Maar ik heb wel al gold. Dus dat is best wel knap. En nou, hier ook de accuracy weer heel erg laag natuurlijk. 24%. Wat aan de redelijk lage kant is. Vierde wapen natuurlijk de CUDA. Want dat is ook wel echt een chill man, ook echt een chille submachine gun natuurlijk. 2012 kills, 163 KD of 1.63 KD, 165 headshots en een accuracy van 25. Ook het laagste geloof ik. Als ik zo kijk. Nee, sorry. Dat is de inhozen. Hier de Weevil. Hier komt binnenkort ook een video online met de best class zetten. Want dit wapen, jongen, holy shit. Als je er goede attachments op hebt, is deze zo chill. En nu gaan we door. Nou, op dit moment mijn favoriete wapen, de ICR-1. Ik heb er 1050 kills mee even afgerond, 1.77 KD, 3535 headshots en 28 accuracy. En dit wapen, jongens, ik zweer, hij is echt dood, maar dan ook echt doodchill. Ik ga er ook binnenkort een video mee uploaden deze week, dus stay tuned natuurlijk daarvoor. En nu gaan we een beetje naar de wapens die niet zo chill zijn, zoals de Razorback, Manowar, Argus. Argus kan nog wel chill zijn, maar daar heb ik een hele hoge accuracy mee, zoals jullie zien. Over de 300. What the fuck. Nou, hier de HVK30. XR2 kan goed zijn met goede attachments. MR6, Locus, RK5, Dingo. En de rest, ja, dat boeit me niet heel erg veel, zullen jullie zien. Kijk, ik heb zelf nog een kill met dit wapen. 1 kill, hé. Hey, 1 kill, jongens. Let's go. Maar, ja, we gaan even naar Specialist. My deadly Specialist is dus de Sight. 754 kills. 699 keer gebruikt en een score per, of kills per minute van 2.51. Behalve deze zoveel natuurlijk. Ik heb deze op een gegeven moment permanent unlocked. Dus als ik het precies ben, heb ik deze gelijk weer. En anders had ik deze stomme kut Sparrow, maar die vind ik niet zo chill. En daarna na de site vind ik dus de Annihilator chills. En laat even in de comments weten wat jullie chillste Annihilator is. Ik heb ook Reject gebruikt. Gewoon kijken of het nog had gewerkt. En Gravity Spike natuurlijk en zo. Maar ja, voor de rest niet heel veel in ieder geval. Nou, equipments gebruik ik niet heel vaak. Is een concussion frag. Dus ik zag eigenlijk niet dat dit heen en weer ging. Moet je goed kijken. Nou, het zal wel. Maar dit is niet heel erg bijzonder, vind ik hoor. Scoreschieten is daartegen wel bijzonder. Want zoals jullie zien, heb ik al 652 keer een UAV gehaald. Ik heb daar 6716 assists mee gehaald. En een assist per minute per use van 4.7.
Daarna komt de hater. Heb ik 147 keer gehaald. Ik heb daar 1044 assists mee. En een assists per minute van 7.10. En nu komt de Wraith. Die heb ik 243 keer gebruikt. 860 kills meegemaakt. En een kills per minute per use. Dus 3,54. Ik snap niet echt wat ze daarmee bedoelen. Als jullie weten wat ze daarmee bedoelen natuurlijk. Laat het even in de comments weten. Count UAV gebruik ik niet al te vaak. Hellstorm Missile. Dit gebruik ik allemaal bijna nooit. Zullen jullie zien hier. Deze heb ik nog niet eens aangeraakt. Dus ja, dat is allemaal niet bijzonder. Hier, Domination heb ik een win-lose van niet eens 1. Bij Team Damage heb ik wel bijna 2 win-lose. Hardpoint een 0,85 win-lose. Kill Confirmed 1,17. Save Card 1,11. Uplinked 1. Gun Game 3. Free for All 1. Captured Flag 0. En dat heb ik allemaal nog niet gespeeld. Verder is... Oh, ja, hier staat het al. Gaan we naar onze medals. Dus we gaan naar combat kijken. Nou, zullen jullie al gelijk hier zo zien jullie staan. Kill chain. Kill more than 8 enemies without a short time of another. Meer dan 8. Dus als je... Dan vraag ik me af. Als je 8 hebt. Is het in dit dan spel al een kill chain? Of is het echt alleen... hoe heet dat? Die 9 kills. Ik snap het nou niet, maar... Ik heb hem gehaald in ieder geval. Ik heb al 19 keer een superkill gehaald. 51 keer een frenzy kill. 7 keer een mega kill. En 8 keer of 1 keer een ultra kill. En de kill challenge is wel echt 9 kills. Want hier staat ook kill 8 enemies with a short time of another. Gaan we iets naar beneden. Want hier zijn blind fire. Dat gaat ons helemaal niks aan. Ik heb 808 triples. Maar het gaat dadelijk ons hier om. Bam. 1 nuclear. 1 unstoppable. 13 relentless. 3 keer een brutal. 1251 bloeders, je zag hem even niet staan. Hier, 190 mercilesses. En natuurlijk 36 ruthless. Wat ik dus heb gehaald is gewoon gisteren. Het is zaterdag dat ik het opneem, dus het komt gelijk online. En gisteren had ik dus een e-potje 220 streaks gehaald op Nuketown met de ICR-7. Dus dat is natuurlijk best wel pittig. Kut! Had misschien wel gewoon een dubbel nuclear kunnen worden. Maar voor de rest is dit niks meer. Dus, mocht jullie nou genoten hebben van deze video. Laat even je blauw duimpje omhoog achter, natuurlijk helpt mij enorm. En hoop jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus super bedankt voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer, mensen. Later.